Ik ben in de verkeerde stad geboren. Van jongs af aan zijn wilde dieren mijn lust en mijn leven. Maar waar mijn grootvader als kind bij het Vlaardingse havenhoofd soms bruinvissen en zeehonden zag zwemmen, die op de vinten en zalmen afkwamen die daar zwommen, groeide ik op naast vies water dat door een lelijke rivier naar een bijna visloze zee stroomde. Maar het tij keerde. De rivier is nu veel schoner en de zee is veel voller met vis. Bij het havenhoofd wordt zelfs weer af en toe een zeehond gezien en voor de kust zwemmen weer bruinvissen. Intussen was het mopperende jongetje een volwassen natuurkunstenaar geworden, gespecialiseerd in onderwaterschilderij. Als die kunstenaar door zijn stad liep, zag hij echter nauwelijks iets wat herinnerde aan de vis die zijn stad zo groot maakte. De haring. Konden Vlaardingers vroeger niet op haring vissen, dan was er geen brood op de plank. Toen zag ik het licht. Vlaardingen heeft een haringmonument nodig. Een kunstwerk waarin het verhaal van de Vlaardingse natuur, milieu en geschiedenis samenkomen, oftewel een ode aan de haring. Als natuurschilder had ik al behoorlijk wat ervaring met het maken van schilderijen van grote scholen vis. Echte beelden had ik nog niet echt gemaakt, maar dat weerhield me niet om mijn haringbeeldidee met een aantal andere Vlaardingers te delen. En kijk eens aan, mijn haringbeeldplan werd al snel geadopteerd door Stichting Mariado uit Vlaardingen. Dus na wat voorstudies en testen, zowel in mijn studio als op een aantal mogelijke locaties, maakte ik een proefmodel van twee bruinvissen die een school haring binnenzwemmen. De reacties op dit voorbeeld, van burger tot burgemeester, waren erg enthousiast. Beelden en monumenten worden doorgaans van metaal gemaakt. Aluminium leek het meest geschikte en weerbestendige materiaal te zijn voor de haring. Stevig, hufteproef, licht en na goed polijsten prachtig zilverglanzend als een echte haring. De weinige kleuren van de vissen konden mooi gepatineerd worden, zo werd me verteld. Eveneens gepatineerd brons voor de bruinvissen zou ook wel iets moois kunnen worden misschien. En er moest ook een geschikte locatie gevonden worden voor dit typisch Vlaardingse eerbetoon. Al mijn gedroomde plekken, zoals op het havenhoofd of bij de visbank, bleken echter al snel om allerlei ambtelijke, veiligheids-, kostenmatige en andere onduidelijke redenen geen optie te zijn. Mijn beeld, waarvan ik in mijn hoofd had dat hele gezinnen er straks omheen, onderdoor en of in konden lopen, elkaar vertellend over haringen en visvangst en schoolgedrag, bleek uiteindelijk volgens velen het best tot zijn recht te komen in het midden van een grote plas water. En het aluminium vond ik bij nader inzien toch ook niet geschikt genoeg om levende haringen mee te verbeelden. Waar was ik in hemelsnaam aan begonnen? Help! Ik zat toen dus met twee problemen. Zowel de plek als het materiaal van het haringbeeld moest veranderen. Het ene probleem leek opgelost toen ik het ontwerp zag voor het nieuwe stadhuis. Die grote glazen ontvangsthal zou een prachtig aquarium kunnen worden voor mijn school vissen. Dit idee werd in eerste instantie niet meteen warm onthaald, maar toen ik de boel visualiseerde in een snelle mini-maquette, zag iedereen wat ik bedoelde en was men verrassend snel om. Na veel testen koos ik voor het maken van de haringen uiteindelijk voor modelschuim. Door de lichtheid en stevigheid van dit materiaal verdwenen veel van de eerdere constructie- en ontwerpproblemen. En ook qua kleuren en spiegelingen waren met dit schuim veel betere resultaten te halen. Het was wel even slikken dat de bruinvissen later in het overlegproces verdwenen. Maar al met al mocht ik wel een bijzonder beeld op een uitstekende plek gaan realiseren. Voordat ik de driedimensionale haringen kan maken, moet ik wel eerst weten hoe een haring eruit ziet. Daarvoor maak ik zeer lange studies van levende haringen in het wild, in de dierentuin en van dode haringen uit de viswinkel en van allerlei informatie van internet, uit boeken en van deskundigen. Zo leer ik ook hoe haringen bewegen, zowel individueel als wel in enorme scholen.
Uiteindelijk kom ik zo tot een tweedimensionaal basisontwerp, oftewel blauwdruk van een haring.